Hoi Foktje. Hoi. Nou, waar zijn we? Ja, in de Wieringmeerpolder in Slodorp. Daar werk ik ook. Mijn ijzeren kunstwerken maak ik in de werkplaats van mijn broer. En dat is vroeger van mijn vader geweest en hier ben ik ook opgegroeid. Dus ik ga terug naar mijn roots. Geweldig, wij mogen mee. Ja, zeker. Mijn vader, die is al lang met pensioen, maar die werkt nog steeds. Goeiedag, hallo. Ja. En mijn broer, die is nu even druk. En ik begin altijd met oud ijzer te zoeken. Als ik hier binnenkom. Ja, kijk dan, hier is een stuk ijzer. Oh, mooi. Dit soort stukken, dat is, voor hun is het afval, maar voor mij is het echt. Even kijken, hier kan ik mooie vierkanten van zagen, hier mooie cirkels. Kijk, een stuk ijzer, maar het is heel ruw. Ja. Dus dat maak ik nog even de kantjes eraf slijpen. Heb je nu al een beeld in je hoofd van wat je gaat maken? Niet helemaal, nee, niet helemaal. En ik weet wel waarvoor ik het wil maken, dus dat helpt mij. En waarvoor ga ik het maken dan? Voor Almere. Zit het nu al aan elkaar vast? Ja, dat op zich is lastig niet zo bijzonder. Even kijken of het mooi staat. Wauw. Dat erin zetten. En kijken of het. Nou, Almere in de Wieringmeerpolder. Voor de deur van je ouderlijk huis. Ja. Ik vind Almere is eigenlijk heel vierkant, omdat het heel erg gepland is. Ja. En rechthoekig. Ja. En ik moet hier toch aan de flats bij het Weerwater en denken dat je uitzicht hebt. En natuurlijk is Almere, zie je niet zo heel veel hoogbouw. Maar je hebt wel altijd uitzicht. Onwijs leuk dat we met je mee mochten kijken hier helemaal in Noord-Holland. En graag tot ziens in Almere. Ja, dankjewel. Hoi. Doei.